always, all right en ja, inside, outside. Dat kinderen in de bovenbouw Engelse woordjes leren is al langer zo. Maar nu moeten de allerkleinste in groep 1 er ook aan geloven. 5, 6, 7, 8. En een raam, window, door. Door is de deur. U geeft Engels. Denk dan niet aan grammatica, denk niet aan spelling. Denk vooral aan bezig zijn met Engels en dan spelenderwijs. En die kinderen pikken het spelenderwijs heel makkelijk op. Spelenderwijs, ja, dit groepje moet raden wat er op het plaatje staat. Wat staat er bij jullie op het plaatje? Gitaar. Een gitaar. Is that right? Yes! Goed zo. De school in Best loopt voorop. Het verzoek kwam met name vanuit ouders. In de regio zitten veel buitenlandse werknemers die bij een technologisch bedrijf werken. Hun kinderen groeien tweetalig op. Vooral als we ouder worden is Engels steeds belangrijker. Je merkt het zelf in het bedrijfsleven, er wordt gewoon heel veel Engels gepraat. Ik denk dat je daar niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Ja. Fantastisch, alleen maar beter. Daar leren ze veel van en dan later kunnen ze dat ook gebruiken in hun werk eventueel. Het is in ontwikkeling. Ik denk dat we nu daar één van de eerste in zijn. Maar over pak een beet 10 jaar is het een algemeen gegeven, zeker hier in deze regio. Singing in the classroom, and it's very, very cool. En dat betekent? In de klas zingen en ze vinden het ook heel leuk. Goed zeg.